En dan de derde, die hebben we al gehad. Nee, het is de vierde al. Brussel. Twee. Welk Brussels beeldje heeft meer dan 800 kostuums die je kan bewonderen in het broodhuis op de Grote Markt? Mannekenpies. Ah ja, natuurlijk. Hij zegt zelfs mannekenpies, zoals het echt is. Yeah. 130 punten levert je dat voorlopig op. En de laatste vier kunnen dat nog serieus verhogen. Hè? Bloedgroepen. Mag je iemand met bloedgroep O bloed toedienen van bloedgroep A? Ja. Oh. Nou ja, de... Charles. Ja, daarvoor vrees ik. Uw eigen lief is ook bijna dokter. Ja. Spreekt eens, meske. Nee, hè? Nee. Mag niet, hè? Want hier staat bloedgroepen worden ingedeeld in A, B en O. Iemand met bloedgroep O mag alleen bloed toegediend krijgen van bloedgroep O. Ja. Volgens mij is er één bloedgroep die aan iedereen mag toegediend worden. AB. Maar als je het weet, waarom zeg je het dan niet? Ja, maar want eerst juist en dan van, ah nee, het is omgekeerd. En ja, even een medische vraag, dat moet je juist. Je hebt geluk dat het al september is, anders kon je terugkomen in september. 130 punten. Ja. Kan zelfs de beste voorkomen, dus zeker Charles ook. En hier zijn twee letters voor u, zes letterwoord. De N en de L. En de Gert Janssen is er terug bijgekomen. Goeie muziek.